Hallo, welkom. Leuk dat jullie weer kijken. Mijn naam is Mike en in deze aflevering een ingezonden foto van Bart, Bart Holvoet. En Bart is fanatiek duiker en heeft deze foto gemaakt onder water. Hij heeft mij verteld dat is 15 meter onder water op de Malediven. En hij is daar een week aan het duiken geweest. Daar gaan ze met een boot het water op en op zoek naar, naar mooie plaatjes in dit geval. Bart heeft deze foto gemaakt met een 60 mm lens, een macro lens en twee flitsers erop. Dat moet ook wel, denk ik, want onder water, ja, het ziet er misschien wel voor de ogen licht uit, maar ik denk voor een camera is het nog best lastig. En ik denk, fotograferen met een macro lens onder water, dat is toch wel helemaal erg lastig. Ik bedoel, ik gebruik al meestal een statief als ik met de macro lens fotografeer. Dat wordt een beetje lastig, denk ik, onder water. Dus ja, dat is wel een hele kunst op zich. En als u goed kijkt, kijk hier, dit is waar het om gaat, hè, in de foto. Ik zal hem even vergroten. Een soort garnaaltje, heel erg klein, een paar millimeter groot, heb ik begrepen, is die maar. Ja, daar moet toch wel de focus van de foto op komen te liggen. De foto is nou nog een beetje donker, een beetje, ja, het ziet er niet zo vrolijk uit. En ik wil hem eigenlijk een beetje wat frisser, lichter uiterlijk gaan geven. We gaan eens even kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Kijk, de waarden zijn mooi, hè? ISO 200, 60 mm, f9, 1/160ste van een seconde. Dus prima waardes om mee te fotograferen. Daar komt kwalitatief altijd wel een goede foto uit. Mits onbewogen natuurlijk. En ik ga eerst maar eens even de lenscorrecties doorvoeren. Kleurafwijkingen verwijderen, correctieprofiel inschakelen. Lensprofiel geen, zegt hij. Even kijken, ik kan niet automatisch een passend profiel vinden. Dus even kijken of dat nou zo'n exotisch type is geweest. Olympus E+, nou dat valt op zich wel mee, maar ja, wordt blijkbaar niet herkend. Nou, in dat geval kun je hem beter gewoon niet inschakelen. En als er overdreven rare vervorming in zit, kun je eventueel handmatig nog het een en ander aanpassen. Maar goed, de onderwaterwereld is niet een echte bekende voor mij. Tenminste, als ik daar ben, heb ik meestal mijn ogen dicht. Dus ik zou hier dan voor de rest gewoon niks aan veranderen. Dan begin ik gewoon lekker in mijn standaard paneel. En eens even zien de kleurtemperatuur. Ik zal eens even kijken wat de automaat doet. Nou, er valt nog niet zo heel veel van te zeggen. Het is ook moeilijk, want ik heb geen referentiekader onder water. Ik denk dat Bart dat zelf beter zou kunnen bepalen dan dat wij dat kunnen. Tenminste, ik ga even van mezelf uit. Want je hebt toch wel een beetje een referentiekader nodig. Wil je weten wat goed en niet goed is. Dus we beginnen gewoon maar eens eventjes met botweg de hooglichten eruit te halen. En eens even de schaduwen behoorlijk op te voeren. Nou, eens even kijken. Ik druk de shiftknop in. Waar we uitkomen. 59. Zwarte tinten. Druk ook de shiftknop in. Wat me opvalt in eerste instantie is dat die plant of anemoon of ik weet niet wat het is, want ja, ik ben niet zo thuis. Maar dit, de begroeiing, laat ik het even zo noemen, die vind ik veel te donker ten opzichte van deze. Ik noem het even een garnaal. Ik denk dat het een soort garnaalachtige is. Dus ik wil wat minder zwart erin. Technisch gezien kan het wel zo zijn dat ik dan op die waarde hier uitkom van min 50 of 59. Maar ja, goed, ik ben natuurlijk creatief gezien vrij om te doen en te laten wat ik wil, hè. Kijk, zo wordt hij al een stuk mooier, hè? Dan zit ik op plus 73, min 28. Ja, vind ik al een stuk mooier. En misschien moeten we er iets helderheid uithalen. Niet eraan toevoegen, zie je, want dan. Ja, nee, ik denk dat ik er wat uit ga halen, want ik wil wat. Ja, dan krijg ik mooi die zachte tint, hè? Dan wordt alles wat softer, zeg maar. Dat vind ik wel mooi. Een beetje levendigheid erbij. Kijk, dan komt er al wat leven in de brouwerij, om het maar zo te zeggen. En nu gaan we eerst eens even die foto kroppen, want het is allemaal leuk en aardig, maar dit is toch wel mijn focus. Daar wil ik wel graag waar de kijker naar gaat kijken, eigenlijk. Zo, ik wil hem een beetje. Even zien. Eens even zien waar we zo zitten. Ja, ik denk dat dit wel een aardig
beeld is zo. Om hem uit te draaien, ja, dan zal het niet een al te grote print moeten worden, want we hebben behoorlijk gekropt. Hè. Ik denk dat we tot een kwart terug zijn gegaan van de grootte van de foto. Maar goed, voor een we zullen eens even 1-op-1 kijken. Ja, nou, dat valt op zich nog wel mee, hè. Daar moet nog wel wat aan gebeuren, maar ik denk dat we daar best wel wat mee kunnen doen. En ik vind dat toch... We gaan eens even die levendigheid weer wat terugschroeven, ja. Dat mag... Nee, niet te veel. Ook die oranje gloed die er als het ware een beetje in zit, die wil ik er toch wel een beetje inhouden. Eens even zien. We gaan... Ik ga eens even naar het HSL-paneel. En de verzadiging van het blauw. Zie, want hier zie ik een beetje blauwe gloed en die wil ik wat sterker hebben ten opzichte van dat oranje. Dat is denk ik wel mooi. Gaan we eens even kijken. Ja, kijk, je moet niet te veel doen. Dat zie ik zo ook wel. Ja, dan kun je het vooral hier zien. Hè. Dat is een mooi contrast. Hè. Die ogen die zijn ook een beetje blauw. Dus daar mag wel wat gebeuren. Kijk. Dat ziet er wel leuk uit. Misschien dat we in de luminantie ook nog wat met het blauw moeten doen. Dat is wat... Ja, kijk eens. Oh, dat is ook wel een mooi effect. Niet te veel. Eens kijken wat het met oranje doet. Kijk, oranje wordt dan ook wat lichter. Dan wordt het allemaal wat beter te verteren. Ik vind het anders wat zwaar op de hand, die kleuren. Ja, het klinkt misschien raar. Ik weet niet hoe ik het beter uit moet drukken. Maar ik vind dat we het al... Ik zal eens even op de backslash toets drukken. Kijk, dit was hem. Dit is hem. Hè? Zie je, dus toch een aardig verschil. Hè? We kunnen het ook even naast elkaar zetten natuurlijk. Ziet u, dat is een behoorlijk verschil. Ik vind de foto wel een stuk beter worden. En misschien dat we zelfs met camera calibratie... Ik spring een beetje van de hak op de tak. Misschien ook nog wel wat... Zie, hier, kijk. Ja, dan wordt de foto echt wel beter van. Dan wordt er gewoon meer... Niet te veel. Meer blauw in de verzadiging toegevoegd. Meer, ja, primair blauw heet het hier. Maar het werkt meestal wel met dit soort foto's. Vind ik toch wel leuk. Ja. En wat we ook gaan doen. We moeten die foto aan alle kanten lichter maken. We gaan de effecten. Kunnen we normaal natuurlijk hier een mooi vignet eromheen doen. Maar dan gaan we nou de andere kant op doen. Ik dubbelklik even. Oh, nou staat alles op nul. Zie, dan wordt de buitenkant, ziet u. Die wordt wat lichter. Dat maakt hem ook leuker. Ja, absoluut. Ik vind dat we op de goede weg zijn inmiddels. Ik zou nog wel wat willen... Eens even zien. Kan ik wat scherpte in? Ja, want ik wil hier eigenlijk geen scherpte in. Dit vind ik prima zo. Dat moet mooi soft blijven. Maar het garnaaltje, daar moeten we natuurlijk wel... Ja, die moeten nog wat meer uitspringen. Dan ga ik gewoon met een kwastje doen. Alles even op nul zetten. En ik denk dat we de scherpte... Ik zou normaal zeg maar zo'n 60, 70 verscherpen. Dus dan gaan we dan ook gewoon zo richting de 60 doen. En misschien moeten we een klein beetje verzadiging erbij doen. Want we gaan de garnalen zo 20, 25. Oh, een beetje te groot. Even kijken hoe dat uitpakt. Ja hoor. Ik hoop dat het goed te zien is. Dan even vergroten. Even kijken. Kijk, hier zijn die pootjes. Ik denk dat we zo gewoon wat luminantie over de foto heen doen. Dus wat ruisonderdrukking. Dan wordt de foto ook wat softer. Dan zijn we de eventuele ruis kwijt. Even zien wat ik nou gedaan heb. Ja, zijn pootjes. En ja, de foto wordt wat softer. Dat is denk ik toch wel leuk. Hier, mijn processor heeft het een beetje moeilijk. Ik heb niet de snelste computer. Jo. Eens even kijken hoe we nu... Even terugzoomen. Even uitzoomen. Overlay uitzetten. Ja. Eens even zien. Niet te veel verzadiging erin, denk ik. Zo. Zo wordt het wel vrolijk en fris, om het maar zo te zeggen. Ja, ik denk dat we al aardig in de buurt zijn. Ik ga nog een beetje wat accenten aanbrengen met doordrukken en tegenhouden. Je hebt hier
standaard preset in zitten, in het kwastje. In alle andere dingen trouwens ook, want ik zit nou niet in het kwastje, maar in het circulaire filter. Even zien, ik dacht dat ik hier ook wel eens kijk donkerder en tegenhouden lichter. En dan komt hij uit 0,25. Oh, kijk. Ik gebruik zelf altijd 0,3. Maar 0,25 zou ook kunnen, hoor. Dan maak je de foto op sommige stukken net even wat lichter. Kijk, hier is die lichter. Als je dan het effect wil geven dat het daar... Hupsakee, dan moet je wel... Zit ik aan de goede kant? Ja. Oh. Ik moet altijd even checken. Kijk, dit gedeelte mag ook wel wat lichter. En op deze manier... Even zien, de doeslaar maak je dan zo groot mogelijk. Kunnen we hier ook even doen, want dat had ik nog niet gedaan natuurlijk. Ja. Doen we dat hier ook. Over de lengte zo. En dan een beetje draaien. Op dit lichte plekje. Zo kun je lichte en donkere plekken uitkiezen. Hier zo. Om het net even wat interessanter te maken. Net even wat accenten erop te zetten. We zullen eens even kijken of dat veel verschil heeft uitgemaakt. Ik zet het uit en aan. Zie. Het is niet heel veel, toegegeven, maar het is toch wat, hè? En dat maakt het net eventjes wat leuker, wat speelser. En dat moet eigenlijk ook niet opvallen. Zo. Zo vind ik hem wel netjes geworden. Het begint al aardig op te lijken. Ik ben al aardig blij met mezelf, ook zeggen bijna. Dus ik ben een beetje overdreven. Ik zag Scott Kelby, de meeste kennen die wel, zag gisteren een leuk trucje uithalen. Dat kende ik ook wel, maar ik had het al lang niet meer gebruikt en dan vergeet je dat soort dingen. Je kunt namelijk met het kwastje, als je daar gewoon op klikt, dubbelklikken. Ik zet eventjes het effect op, de belichting op 0,65 hoger. Mag je helemaal zelf kiezen. Als je in een radiaal of gegradueerd filter zit en je drukt shift in, dan kun je hem naar beneden trekken of naar boven, hè, en dan blijft die lijn mooi horizontaal staan. Bij het radiaal filter wordt het rondje dan echt rond als je hem naar buiten trekt, en bij het kwastje, als je hier bijvoorbeeld heel groot maakt en ik druk op shift en ik klik dan hierboven en laat ik hem los en dan klik ik hier beneden, zie je, dan krijg ik een soort van lichtstraal eroverheen, hè. Ik zal even de overlay aanzetten. Zie, dan krijg ik hier gewoon een rechte lijn van A naar B, zeg maar. En dat werkt wel heel erg goed. En ik moet zeggen, ik vind dit ook wel aardig. Alleen ik wil hem nog wat groter hebben. Niet lichter, maar groter. Dus ik ga gewoon op shift drukken. Ik klik hier. Dat is mijn eerste punt. En dan eindig ik op de garnaal. Dat is dan mijn tweede punt. Zie je, en dan komt daar een lichtstraal naar binnen. Alsof er... Ja, de zon of een lichtflits is. Zo vind ik het wel, ja, 0,55. Zo vind ik hem wel mooi. En je kunt dan eventueel nog met de doeslaar spelen, hè? Of met de stroom. Nou, de stroom heeft weinig zin, maar de doeslaar wel. Zullen we eens even zien waar we vandaan gekomen zijn. Ik zet ze even naast elkaar. Kijk, dit was hem. Dit is hem geworden. Ik had gezegd, we zouden nog eventjes kijken naar de, naar de luminantie. Om eventueel wat ruis eruit te halen. Dat doen we bij details. Verscherpen gaan we dan niet doen. Maar wel de luminantie. Dan moeten we eigenlijk eventjes inzoomen. Zo, en dan zie ik toch wel wat... Ja, soort ruisvorming ontstaan. Kijk, en op deze manier kun je dat toch... Zo wordt hij mooi soft. Ja, vind ik toch wel erg... Oh, zo ziet hij er wel erg leuk uit. Alleen hij wordt wel erg soft. Misschien dat ik toch een klein beetje... helderheid of misschien gewoon scherpte erop moet doen. Een klein beetje helderheid misschien, even zien, hoor. Ach, ik kan natuurlijk ook gewoon... Als ik hierop klik, dan krijg ik de instellingen van precies deze. En dat is ook wat ik wil. Als ik daar nou eens wat helderheid bij opdoe... Nee, dan doe ik gewoon wat extra scherpte. Ga ik tot 84. Ik zal eens even inzoomen. Ja, ik zie hier nog steeds geen echte ruis ontstaan. Die is nu weg. De foto is mooi soft. Er is behoorlijk wat scherpte ingekomen. En hij is lekker... Alsof hij bijna licht geeft, hè? Kijk, dat was het begin. Dit is het tot nu toe einde.
En ik zit eraan te denken om het gewoon zo te laten. Ik vind hem wel geslaagd zo, de foto. Het is een klein garnaaltje, zo komt hij ook over. Hij is bijna lichtgevend geworden. En ik vind het een interessante foto. Ik vind het knap, Bart, dat je dit onder water hebt kunnen doen. Ik stel me voor dat je dan toch een beetje heen en weer zweeft zo met het ritme van het water. Dat zal echt niet stilstaan. Dus ja, heel knap gedaan. En je ziet wat voor foto's je eruit kunt halen. Ongetwijfeld kun je dat zelf ook. Ik heb een aantal van je foto's gezien. Daar ben je best goed in. Dus ja, ik hoop dat je het interessant vond. Het is weliswaar winter. Dus misschien krijgt u toch een lekker warm gevoel als u aan de Malediven denkt en de onderwaterfoto's van Bart. Ik dank u voor uw aandacht. Ik hoop u graag de volgende keer weer terug te zien. En ja, zoals altijd, heeft u vragen, opmerkingen, suggesties, laat ze gewoon even achter onderaan de video of stuur mij een e-mailtje op info@mikesluitertijd.nl. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Tot ziens.